Ons seizoen is vorig jaar al geëindigd in maart, wat toch wel vroeg was. En dan was het in het begin toch wel eventjes zuur, toch wel eventjes wennen, terug erover nadenken, wat gaan we doen. Maar nu hebben we toch wel alle moed terug samengeraapt en we gaan er toch wel volledig terug voor nu. Ja. Wij van de Proximus League zijn blij dat Westerlo er terug bij is, want het is een fijne club om aanwezig te mogen zijn met warme supporters. Gaan jullie erin slagen om die supporters ook allemaal terug mee te trekken? We gaan dat zeker en vast proberen. We hebben nu ook een korting gegeven op onze abonnementen voor de supporters die vorig jaar een abonnement hadden. Dat we twee zware seizoenen hebben gehad. 1 jaar net wel, waar het ook stil is gevallen. En dan dit jaar net niet, waar de supporters weer heel hard ontgoocheld waren. Maar als we dan zagen, de jaren die we speelden in tweede klasse, waren de supporters eigenlijk heel talrijk aanwezig en heel goed gezind altijd. En ze gingen er volledig voor. Dus we hopen dat we die sfeer terug kunnen brengen dit jaar eigenlijk. De Proximus League is een moeilijke competitie met 8 teams die allemaal heel graag naar eerste klasse willen. Hoe gaan jullie daarmee om? Ja, we weten, het is een competitie die zeker niet gemakkelijk gaat zijn voor ons. Dat weten we zelf ook wel. Maar we gaan er toch wel proberen voor te gaan. We weten dat het heel moeilijke matchen gaan zijn. Maar we denken wel, als we een goed team nu kunnen samenstellen en als iedereen erachter gaat staan, dat we samen er echt wel voor kunnen werken en dat we terug naar eerste klasse ooit kunnen teruggaan.